Kijk, mijn vakantie is weer voorbij. En wat hebben wij? Prachtige nieuwe vloertjes. Nieuwe laagje. Dankzij puurvloeren. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Kijk, alles netjes. En die van mij is ook netjes. Hij glimt gewoon helemaal. Nou jongens, vertel me wat er gaat gebeuren hier. Wil je symmetrisch doen dan? Ja, of beter asymmetrisch. Een losse hoop. Of sowieso. Jeroen, kan je een beetje, wat gaat er gebeuren vandaag? Oh ja, hij heeft niks. Ja, hij heeft een tattoo, maar niet op zijn rug. Ja. En dan gaat hij in één keer, krijgt hij, een hele skull laten zetten. Door, ziet hij mij. Oké. In één keer. Eén keer af. Eén keer af. En dat gaat vandaag gebeuren. En hoe vond jij je rug? Ik vond hem heerlijk. Ja, vond je heerlijk. Maar hij vond het wel meevallen. Ja, hij vond het wel meevallen. Ja, ik was erbij geloof ik. Ja, veel reuze mee. Veel reuze mee, mooi. The Reaper. Broer, daar zijn we weer. Ja, kijk. Het is een tijd stil geweest, kijk, maar... Beginnen we even lekker op een elleboog. Ja. Zo, we trekken die lijn er even dik in. Extra dik. Gebruik je alles van die bottennaald of is het alleen maar hem? Nee, alleen maar hem. Je had nog liggen, dus ik denk... Dat is makkelijk. Ja. Hoe voelt het? Fijn. Kietelt een beetje. En dan hier blijven bij, met dit armpje? Dat moet ik nog overleggen. Met de bazin in huis. Daar zit ze. De bazin. Niks te vertellen hoor. Ik ben heel vast. Hoor je dat? Ik zwijg. Mooi. Beter. Het beste. Jeroen, ben je er? Jeroen! Ik ben er. Ah, daar zit hij weer. Ik ben er al. Hey, ik heb gehoord dat je een lang dagje hebt. Klopt. Ik moet de hele dag door. Dat jij de beste bent van Nederland. Ja, dat klopt. Ik ben de beste van Nederland. De beste van Nederland. Je hebt een prijs gewonnen in Qatar. Ja, klopt. Zo. Ik ben de beste. In Qatar? In Qatar, ja. In Qatar. Oh. De prijs is omhoog gegaan zeker. Heb je een olievlek op een sheik gezet? Of ja, zo. Dat is echt speciaal. Dat was goed, jongen. Wat hebben we hier aan doen? Wat hier aan doen? Ja, dat is een hanja. Ja. Dat is een sletterkop aan de binnenkant. Ja. Een mooie sletterkop. Mooie sletterkop. Draki. Ja, bijna klaar. Deze jongen, goed bezig. Nou, ja. Naar de borst. Ja? Weet je dat ook al, dat je naar de borst gaat?
Ja, ja, oh, dat vind ik ook wel. Het staat nu op film, hè? Ja, nou met de Sjaak, het is allemaal het is recht geldig. Ik zag even bij mijn collega, mijn ware collega. Die, hij heeft, ja, we hebben, sinds kort zijn we familie van elkaar, hè Jeroen? Ja, zeker. Dat komt ja, door onze honden. Frenchies. Frenchies, ja. Die zijn jouw zwagers, hè Hans? Dat zijn jouw zwagers, ja. En Jeroen, wat ben je aan het doen? Deze tattoo die moet gecoverd worden, die zit een tribal onder. Die draait het eronder en die krijg je helemaal weg, denk jij? Ja, die gaat helemaal weg. En dan een beetje kooi eroverheen en zo. Oké. Okay. Ja. Dan wordt het nog wel eens wat. Dus je bent nog wel even bezig? Ja. Maar voor de rest zie ik wel zitten vandaag, de dag? Ja, heerlijk dagje. Niet tot heel laat, dus dat is wel lekker. Ook wel lekker, hè? Ja. Veel te mooi weer om hard te werken, hè? Nou, broer. Ja. Zijn we weer? Ja, het is weer zover. Het is weer zover. We kregen te veel klachten van de mensen. Ja, he. Maar dan wordt er niet gevlogen. Wat ben je aan het doen? Een snake. Ja, zie je hem lopen, ja. Ja, en een phoenix. Phoenix, doe maar. Hier vorige keer al lijnen erop gekrapt. Nou, details, hè. Dus je hebt te maken met een beest. Ja, helemaal gek, die gast. Ja, hè. Speciaal vrijgenomen. Kijk, dat zijn de echte. Doet hij dat? Wat gebeurt er hier? Ja, we zijn aan het tatoeëren. Ja? Bonnie over ziek en doe het zelf maar. Ik ook. Hamer en bijten. Ja. En hij voelt er niks van. Nou, dat is mooi. Is dat de bedoeling toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eentje gehad al. Wat stop je? Dat zie je niet dan? Ja, dat is niet. Ah, oké. Okay. Daar geloof ik het pas. Hoi. Goedendag. What the fuck? Ja, hij is gek geworden. Ja, wat doet hij nou dan? Zijn hand doen. Jobstopper. Jobstopper, maar hij heeft net een nieuwe baan, hè? Dus Het is pas één keer geweest. Het is pas één keer geweest en hij wil gewoon gelijk. Verstandige beslissing weer. En jij, wat doe jij? Ja. Zij moet weer heel haar arm. Veel eisend. Oké, nou dat doe ik dan, ja? Ja, goedemiddag allemaal. Waar zijn we beland? We zijn in de tattoo shop. En wat ben je aan het doen? Ik ben tattoo aan het zetten. Bij wie? Dennis. Dennis. Is het lekker? Heerlijk. Ja? Ja, kan niet beter. Mooi. Wat zijn we al maken? Zie ik dan? Nou, draak. Dat is fijn, hè? Draken. Bloemen. Hanja-masker. Je hebt hem in de zon gelegen. Bruggebakken. Ik ga nou het binnenkantje aan doen. Hè? En, vindt u het prettig? Of, Ja, ik kan hem goed hebben. Ja. Dus dat is gewoon fijn nog even. Ja. Dan zit hij weer op zijn rug bij die vis. Dat is Kees zelf. Dat ben ik. Kees zelf. Goed bezig jongens, ja, ja. Jeroen, alleen, wat is hier aan de hand? Dat is Blanco. Pas kunnen leren. Dat is Blanco, ja. Waarom is dat? Dat moet nog gebeuren. Nou, dan is het goed. Dat gaat helemaal vol. Maar zit je rug ook wel dicht? Nee, kwestie van tijd. Ja? Kwestie van tijd. Is helemaal blank je rug? Ja, is helemaal blank. Dat zijn opportunities, Jeroen. Dat wordt een mooi stukje. Goed zo jongens. Nou, gaan we lekker door, hè? Ja. Gaan we bij Josh, even kijken, zijn armpie. Schiet op, hè Josh? Ja, joh. Alleen even dit stukje nog. Makkie. Ja, we zijn wel aan het vloggen. Hallo broer, wat ben je aan het doen? In een elleboog aan het roeren. Oom, mami, papi, oom. Mooi hè? Is het lekker? Nou, aan het huilen als een baby. Maar wel lekker. Kijk. Vol prakken die af. Ja, zeker. Wat lekker zo. Bodyshootje. Nou, hij schiet al aardig op. Ja. Ah! Kaalbeen. Dat is even schrikken voor de camera. Een billenbeentje. Is het prettig? Geweldig. Geweldig. Hoe laat is het, Piet? Het is 9:50. Ja? En, maar het is eigenlijk ook 9:17. Is dat om iemand in de war te brengen of zo? Ja. Hij klopt in ieder geval 4 keer per dag. Te hard of
Dat zou mooi zijn als je hartslag zo laag kan krijgen. Gebruik je minder energie, word je misschien ouder. Zit je verder? Nou, hallo. Hallo. Stel je maar even voor. Hoi, ik ben Rob. En waar kom je vandaan, Rob? Ik kom uit Bonaire. En dan kom je helemaal fucking Veenendaal. Ja, ik heb Cito zijn werk gezien, dus ik vond het helemaal te gek. Nou, helemaal top, man. Yep. Kijk, Ciet, heb je nog enige uitleg erbij? Of wat gaat er gebeuren vandaag? Nou, vandaag 2 weken geleden alles opgelijnd. Ja? En vandaag gaan we al het schaduwwerk doen. Alles. Alles? Alles. Oké. Okay. Nou ja, het is wel een bikkel, hè? Dus ja, helemaal gek. Knettergek. Hoop lekker door. Kijk. Leuk, hè? Mooi, man. Mooi. Hé, wie loopt daar? Jeroen. Hé, ongelooflijk. Ik ken hem ook van vroeger. Ik verder in het proces. Yes, sir. Niks. Nee, hoor. Allemaal tof. Bikkel, hè? Ik hoop het. Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Yes, man. Ja. Honger, honger. Honger. Jij weet niet wat honger is. Jij hebt de oorlog niet meegemaakt. Ja, dat klopt. Ik heb al trek. Hallo. Wat gebeurt er hier allemaal? Nou, bandjes om de armen heen. Bandjes om de armen. Is dat hip? Hè? Is dat hip? Nee, dat is voor eerst. Heb ik uitgevonden. Mooi, mooi, mooi. Blij mee? Jazeker. Nu al. Als je valt steeds in slaap. Met allemaal dotje en shit. Ja, wordt allemaal. Wordt allemaal fancy. Mooi. Dan Jeroen, vertel maar. Ja. En weet dat? Masker? Een jaarachtig masker? Nee, een demonachtig iets. Een samurai-achtige. Substantie. Substantie. Doet zeer? Ja, altijd, hè? Ja, kut gewoon. Wacht op de gang. Pas je op, Jeroen, dat je niet te veel met je arm over je stekker heen gaat. Ja, ik zie het. Hij verdwijnt al een beetje. Hij verdwijnt al een beetje. Spannend altijd, hè? Ja, blijft spannend. Maar komt het goed. Ja, gelukkig zijn we nog een beetje tekenen en dat is stil. Hè? Ja. Wat zijn we aan het doen, jongens? Nou, we zijn aan het kleuren. En een beetje shading nog. En dat vindt hij fijn, hè? Maar hij wil eigenlijk graag in beeld, want hij was jaloers dat hij niet op de vlog was. Oh ja, maar weet je wat mij een beetje opvalt? Nou? Een beetje het beentje is een beetje... Ja, maar we zijn nog niet klaar vandaag, hè? Oh, oké, dan is het goed. Kennen jullie nog een goede mop, jongens? Iemand van jullie? Goede mop? Ja, nee. Ik ben niet echt van de moppen. Jezus. Ik ben niet zo grappig. Nou jongens, ik vond het niet echt succesvol, dit filmpje. Ik had een goede mop en een leuke grap en weet je wel. Hallo, jij bent hier de acteur en de entertainer. Ja, ik word niet gefilmd. Als ik aan de beurt ben, dan pak ik mijn moment. Maar jullie laten me eigenlijk door de vingers heen glippen. Nee, je komt allofoon en ik kom in één keer binnen zetten met die camera. Hij komt wel een keer terug, mag je erover nadenken. Want dit was niks. Oké, we denken erover. Doei. Even later. Hé, Hans. Stel eens een mop. Ja, heb je de krant gelezen of niet? De krant gelezen, nee. Nee, niet de krant gelezen hoor, nee. Wat was er dan? Nou, die directeur. Van, Nou, is dat dan al, waar staat de mop? Ja, ik zit even in een concentratie. Hey, hij probeert hem op te vertellen, maar dat lukt hem niet. Helemaal kut. Nou, en toen de directeur. Hans. Hè? Wat was er met de directeur? Ja, ik wil een andere mop, maar gewoon. Laat maar. Makkelijke mop. Hey, luister je ervan? Yo. Stel nog wel een nieuwe afspraak. Ja, cool. Gaan we door. Thanks, je. Bedankt weer, jongen. Hoi, hoi. Hey. Yo, hè. What the fuck? Maken. Ja, sliefje, hè? We zijn hier sliefje, elleboogje. Elleboogje, geen fucking binnenkantje. Kijk, nou we koeken. Binnenkantje. En zijn oksel mag dat niet of zo? Ja, dat komt volgende week. Oké. Okay. En dan zit hij op zijn rug zo. Zo, de mieters. Nee, en dan zit hij borst. En dan gaat hij vakantie en dan komt hij weer terug ooit. Ja. Toch? Zeker weten. Kijk, waar ga je heen dan? Ik ga naar Spanje. Hij is een beroemde racecoureur, hè? Is het zo? Waarom? Ja. Van wat? Ja, doet racen. Oh ja, dat ja. Oké. Okay. Ja. Ja, beroemd is wat anders, hè?
Beroemd in mijn eigen dorp. Oké. De nieuwe Max Verstappen. Ja, he? Ja. Oh, die mag ik tatoeëren. Ja, Max Verstappen. Even hier kijken, wat gebeurt hier? Tattoos. Zou jij ze mop dan? Hè? Kun jij moppen? Moppen. Ja, laat maar, dat is niks. Ik hoor het al. Jezus. Waar heb je tattoos in? Doe mijn tattoo weer, ik heb deze. Carpet? Carpet. Bloemen? Carpet. Draak. En een draak, ook nog. Ja. Laatste sessie? Laatste sessie, als je het volhoudt. Nou, of ligt er lekker chill bij toch? Nee, cool. Oké dan. Yo! Wat gebeurt er? Ja, hier is Bas. Bas de Butcher? Bas is slaag, hè? En ik ben hem aan het slachten. Ja? Ja. Je bent een bloedbad aan het worden, hè? Mooi man. Wat hij bij de beestjes doet, dat doe ik nou even bij hem. Ja. Zeker. Karma. Karma is een bitch. Ziet er goed uit, jongen. Vlammen. Stoer. Voel je al een beter mens? Jazeker, ja, ja. Elke keer weer. Ja, ja, geloof ik. Dat wel, hè? Oog tand op tand zeggen, hè? Oog op tand. Dus, trek je spijkerbroek aan zonder je handen. 3, 2, 1, go. Voor de hoeren. Zeg je dat? Ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Jawel, dat kan. Hij is geoefend. Hoe kan dat dan? Ja, nee. Heb je de handen gebruikt? Nee. Hij heeft zijn handen gebruikt. Helemaal niet. Helemaal mee. Woehoe! Laat terug zien dan. Ja, heb je nog wat te melden dan? Ja, we hebben een paar dingen te melden. We hebben... Hoeveel september zijn het? 9 september, zaterdag. Zaterdag 9 september hebben we weer een inloopdag. Dus dat is voor kleine tot middelgrote tattoos die gewoon in één keer gezet kunnen worden. Je kan er geen afspraak voor maken. Dus het is gewoon op tijd aanwezig zijn, binnenlopen, artiest uitzoeken en knallen. Hoe laat beginnen we? Ja, ik denk als we iets eerder beginnen zijn we ook niet zo laat klaar. 11 uur beginnen. 11 uur beginnen en dan... Half elf kunnen ze voor de deur wachten. Ja, ja, mag er nog staat er zo'n rood ding die bij de bakken staat. Kan je nummertje trekken, toen en dan kan je naar binnen. Okay, en first come, first serve. First come, first serve. Oké, dus dat is 9 september. Ja. Walk-in day. Ja, ik ben er ook bij, denk ik. Jawel, hè? Mag ik ook? En Hans, ben jij dan ziek? Ja, ik ben dan ik denk dat ik dan beter ben. Ben jij dan beter? Ja, oké. En dan? Die week erop, dan hebben we ons eigen uitje. Dan worden we zelf weer getatoeëerd. Joepie. Ja. Want ja, wie geeft, moet ook ontvangen, zeg ik altijd maar. The more you give, the more you receive. Oeh. Ja? Oh, ja? Oké. En die week daarop, dan is het al, hoe is het dan? 16 en 17 september. Dan zijn wij present... Bij de Tattoo Show in Twenten. Enschede. Ja, Enschede. Dat is het land van botsen. Ja. Het land van botsen. En voor de gelegenheid hebben we de klumpen al klaarstaan. Nou, met klumpen. Is dat het juiste accent wat we hier hanteren? Of? Oh ja, we hebben ook nog iets te verloten, hè? Wat dan? Ja, we hebben 4 vrije kaarten te verloten. Ja. Oh, die, die kan je winnen. Waar zijn die? Waarmee kan je die winnen? Ja, dit zijn 4 vrije kaarten. 1, 2, 3, 4. En die zijn te winnen. De waarde van €12,50. Zo, hallo. Ja. Dat is niet niks. Nou, ik weet wat. Ja? Degene die als snelste zijn spijkerbroek zonder zijn handen aan hebt. Moet je even een filmpje posten. Ja. De timer, hè. En de vier snelste, die krijgen een Die krijgen een mooie vrije kaart van de Tattoo Show in Twente. Het is 50 minuten rijden, dus... En ook heb je gezien om een tattoo te nemen, je kan er gewoon keihard bier zuipen. Ja. Voor degene die het leuk vindt. Auto's, muziek. Ja. Get-together. Striptease. Oh ja? Blootetten. Ja. Jurgen Tattoo aanwezig. Ja. En dan hebben we nog één dingetje, maar dat is pas oktober. Wanneer is dat? Ja, wat dan? Komt de Shachi figuur. Oh, Horishachi komt weer. Ja, dus de Japanse meester uit Japan, die komt weer... Soppen met zijn schroeven draaien in je porum. Ja, en dan, kan je weer traditioneel getatoeëerd worden. Moet wel op tijd zijn, want de afspraken gaan al hard. Maar ja, als je toch die ervaring wil hebben van een origineel handgestoken tattoo door de Japanse grootmeester, dan moet je even bellen naar de shop. En wat is de datum, Jeroen? 5, 6 en 7 oktober. Toch? Okay, ja. 5, 6, 7 oktober. Ruud wil niet gefilmd worden, jij hebt eigenlijk vrij. Oh nee. Ja,
Wat doe je, Hans? Nou, we zijn een tattoo aan het maken, zie je? Ja. Want die zit een oud ding van vroeger. Van zijn ex. Zijn ex. Ja. En dat was niet best. Dus wordt wat cools nu. Wordt wat cools. Gaan we gebruiken om er wat moois van te maken. Kijk. Leuk hoor. Voelt die goed? Ja. Ja. Ja, het was ook een beetje meer dan de voorkant. Het was een beetje op aandringen van zijn vrouw. Zelf wou hij niet. Maar zijn vrouw die zei wel. Gewoon luisteren dan, hè? Ja, ja precies. Ja. Hey Rut, ja. Waarom heb je plastic op je rug? Ja, voor jou. Oh. Dat is onze Rut, hè? Onze Rutje. Noemen ze hem, hè? Ja. In de truckerswereld, hè? Een truckerswereld, hè? Ja. Wil je trucken? Ruud, wil je ook even wat zeggen? Ruud. Ja, ze zeggen het. Wil je trucken, ja? Ja, ze zeggen het, hè. Kun je iets meer vertellen over jezelf? Nee. Dat nee, geheim, joh. Geheim? Nee. Moet ik nou een balletje voor je ogen doen? Ja. Oké. Okay. Ja, Cito. Ja, ja. Nou, ja. Wat ben je nou weer aan het doen? Nou, dit is Jeroen. Hey, Jeroen. Hoi. Jeroen, die is enthousiast. Ja. En doet hem niks, dus dat is fijn, hè? Dat soort klanten moet je hebben, hè? Ja. Gewoon liggen en zeuren. Je hebt daar kooien hier in Hanja of zo, hè? Zie Hanya. Ik, in de sneekjes. Hanya masker. Hier Boeddha met een tempel op zijn mouw. Mooi. Mooi. En dan kijk zijn oksel ook, hè? Hij is een echte man. Ja. En dan, Een beetje roeren. Hanya masker. En hij is gewoon gevoelloos ook. Ja, soort van. Ik weet niet wat er aan de hand is met hem. Uitgerust, hè? Vakantie gehad. Oh ja, ja, dat kan ik het ook. Ja, ik ben nooit uitgerust. Laat toch weg, man. Godverdomme, ja. Hansies. Nou, kom dan. Dat weet je camera, Freek. Grapje, als ik moet de koffie erover of niet? Ja. Hey, kom op, Pees. Hey, Zwijpie, kom. Hey.